Goedemiddag en welkom bij Going Green. Vandaag de vijfde aflevering uit een serie van 6 dialogen, georganiseerd door Vereniging Delta Metropool en provincie Flevoland in aanloop naar de Floriade Expo 2022 met als slogan Growing Green Cities. Het is best wel opvallend dat een tuinbouwevenement aandacht besteedt aan juist die stedelijke omgeving en die verstedelijkingsopgave als onderwerp kiest. Anderzijds, in 2050 zal, dan pak ik even de cijfers erbij, 68% van de wereldbevolking in de stad wonen op maar liefst 2% van het aardoppervlak. En de Floriade heeft als opvatting, in een wereld waar natuur plaats moet maken voor beton, staal en glas, is tuinbouw dan de sleutel naar een leefbare wereld. Maar hoe werken en bouwen we dan aan die leefbare, duurzame, groene steden? Mijn naam is Sophie Stravens en vooruitlopend op die Floriade-expositie ga ik dus in gesprek met verschillende experts over verschillende thema's. En vandaag is het thema biobased bouwen. Kunnen we in plaats van dat zojuist genoemde beton, staal en glas misschien ook andere materialen gebruiken? Biobased bouwen is dé manier om die bouwindustrie radicaal te verduurzamen, te veranderen. Maar hoe komen we aan het materiaal, aan de kennis en productiekracht die daarvoor nodig zijn? En kunnen we misschien nog een stap verder gaan en met die biobased materialen wellicht ook het landschap weer herstellen of vernieuwen? Nou, vragen die vandaag dus aan bod komen en gelukkig hoef ik die niet zelf in mijn eentje te beantwoorden. Ik heb fantastische gasten weer aan tafel zitten. Shira van de Wittenboer, landschapshistoricus, landschapsontwerper en adviseur landschap en erfgoed bij het College van Rijksadviseurs. Daniel Venneman, founding architect van Woonpioniers en Henk Wanningen, business developer bij Staatsbosbeheer. Nou, we gaan straks samen in gesprek. En ook met u in het publiek. U kunt via de chat vragen, opmerkingen aanleveren. En waar mogelijk zal ik die hier ook op tafel aan jullie voorleggen. Er komen ook een aantal stellingen aan bod waar u ook thuis op kan reageren. Maar voordat we aan het gesprek beginnen, eerst een drietal presentaties door de gasten hier aan tafel. Te beginnen met Daniel Venneman. Zij is al founding architect bij Woonpioniers. En individuele opdrachten zijn voor jou of voor jullie de kans om ook nieuwe manieren van ontwerpen en bouwen te ontdekken die relevant zijn voor de bigger picture, voor die grotere opgave waarvoor jullie staan. En daarbij werken jullie niet alleen aan ontwerpen, maar jullie gaan weer verder dan dat. Jullie hebben onder andere GRASP ontwikkeld binnen de EO Weijers ontwerpwedstrijd. En dat is een model waarbij je de ecologische voetafdruk inzichtelijk maakt. Dus hoeveel bomen compenseren jouw keuze voor huisvesting en levensstijl? Klopt. En als een gereedschap voor ontwerpers, waarbij bewoners zelf aan de knoppen kunnen draaien. En jij gaat ons meenemen in een korte pitch over die tool, toch? Juist. Ja. En daarvoor hebben we volgens mij eerst nog een filmpje en die gaat ingestart worden door de techniek. Wat wij proberen is steeds beter grip te krijgen op het totaal van de impact van bouwen en wonen. Die impact te verkleinen en wat nog rest op een betekenisvolle manier lokaal te vereffenen. Bijvoorbeeld door te investeren in het landschap. Daarom hebben we GRASP ontwikkeld. Een interactieve visuele footprint calculator voor de groot- en kleinschalige ontwikkeling van woongebied. In GRASP kun je een studiegebied invoeren en binnen verschillende hoofdstukken tal van variabelen definiëren wat ondergrond woonprogramma en bouwwijze betreft. Vervolgens worden in de stappen daarna ook zaken als leefstijl, energie en mobiliteit op de balans gelegd. Zo laten we real-time zien wat de gevolgen zijn van bepaalde keuzes en hoe die met elkaar samenhangen. Het doel? De bouwopgave in Nederland benutten als kans om te investeren in nieuwe, regeneratieve leefomgevingen langs de randen van dorp en stad. Kijk, een prachtig filmpje en dan heb je ook nog een presentatie. Ja, klopt. Ik dacht, ik leg het nog even wat simpeler uit, denk ik, dan de video al proberen te doen. Wat je kunt zeggen is dat we hebben Graspike ontwikkeld vanuit hun eigen behoefte ook om veel meer een soort van voeling te krijgen voor wat bepaalde beslissingen nou voor impact hebben op de tekentafel. En we merken ook dat, omdat we heel veel met particulieren werken, dat die behoefte er heel erg is vanuit de uiteindelijke bewoner. En heel veel thema's rondom duurzaamheid zijn heel moeilijk met elkaar te vergelijken. Dus GRASP was eigenlijk een poging om dat vergelijkbaar te maken.
En dit is bijvoorbeeld het dashboard van Grasp. Dus je ziet ook dat... Ja, we zoomen niet in op een van de thema's zoals van wat is nou een duurzaam bouwen. Dat wordt natuurlijk ook meegenomen. Maar het gaat dus ook bijvoorbeeld over dingen als levensstijl. Verbouw je eigen voedsel? Hoe lever je, genereer je de energie die je gebruikt? Zeg maar? Doe je dat door volgens de bank, bij wijze van spreken, dus de minimum eisen opereren? Of ga je een stap verder en ga je zelfs met passieve middelen, dus de zon actief gebruiken? Ga je bijvoorbeeld auto's delen? En eigenlijk wat het doet is, je kunt dus real-time aan de knoppen draaien. En dan zie je tegelijkertijd zie je eigenlijk wat dat voor ruimtelijke implicaties heeft. Dus het gebruikt CO2 als een soort middel om verschillende thema's met elkaar te vergelijken. En vertaalt dat in een hoeveelheid bomen of andere landschapselementen. En op energieniveau in concrete hoeveelheid windmolens of zonnepanelen die je gebruikt. Dus en al die schuifjes, daar kun je aan schuiven. Precies. En dat bepaalt je footprint. Dus bijvoorbeeld, dit is een, volgens mij zijn het 38 huishoudens op een plotje zoals je daar ziet. Je ziet de mensen links staan. Stel je nou voor dat je dit op een traditionele manier realiseert. Dus uitgaande van beton, kalk, zandsteen, niet het delen van auto's, geen elektrisch vervoer. Gewoon voedsel uit de supermarkt, zeg maar eigenlijk gewoon hoe we in Nederland nu gewend zijn om te leven. Dan betekent dat deze hoeveelheid bomen en andere landschapselementen die we in dit geval hebben geselecteerd. Dus hier zie je eigenlijk wat nou je ruimtebeslag is als je hypothetisch stelt dat je op het gebied neutraal wil zijn. Dus dat is behoorlijk. Dat is dus een leuk startpunt, maar dan begint dus samen met een groep misschien een optimalisatieproces. En dit is zeg maar ter vergelijking de impact als je met hout bouwt, auto's deelt, een gedeelte van je voedsel lokaal produceert, de woningen passief verwarmt grotendeels. Dus je ziet, het wordt eigenlijk een soort spel, zou je kunnen zeggen, waarmee je samen met mensen verantwoording kunt gaan dragen voor je impact. Ja. En daaronder zie je dan voedselverbouwing, zie ik. Dus dat neem je dan ook weer mee? Ja, dit is vanuit de EO Weijers prijsvraag. Dus het is een heel, een beetje op het landelijk gebied geënt tool nog. Maar we zijn momenteel, het is nog een beta-versie zou je kunnen zeggen. We zijn momenteel bezig om dit ook naar het soort stedelijk niveau te brengen. En ook nog iets meer, laat maar zeggen, collectieve woongebouwen, waar ze spreken, onderdeel te laten maken van de mogelijkheden van calculeren. Maar wat het interessant maakt is volgens mij dat dit een soort de logica als het ware omdraait. Het haalt duurzaamheid een beetje uit het abstracte. En het neemt eigenlijk mensen zelf, eindgebruikers, mee in bepaalde maatregelen. In plaats van dat iets bovenaf wordt bedacht en je wordt alleen met effecten geconfronteerd. Dus het probeert een soort systeemverandering teweeg te brengen, maar dan vanuit de gebiedsschaal. En dat maakt het denk ik interessant. En dus het is eigenlijk meer een soort overlegmiddel. Dan een. Het legt geen ontwerp direct op tafel, maar het is een middel om mee te nemen. Hey, hoe kleed je dat? Precies, aan? Je hebt het gewoon naast je staan op tafel en samen ga je kijken van hey, misschien is het dus interessant, want we zien nu de impact om bijvoorbeeld auto's te gaan delen. Of misschien kunnen we dus gezamenlijk houten gebouwen in gaan kopen. In plaats van allemaal voor ons zitten. Omdat je het hele, zeg maar, de impact ook op de lange termijn wat beter inzichtelijk krijgt. Ja. Dus helder verhaal volgens mij. We moeten allemaal Grasp naast ons hebben tijdens alle ontwikkelingen. Dankjewel, Daniel. We zullen er zo vast weer op terugkomen tijdens de discussie. Gaan we gewoon meteen. Ontzettend interessant. Geven we de klikken door en dan gaan we door naar de presentatie van Henk Wanningen, senior business developer bij Staatsbosbeheer. Ik noemde het net al. Zelfstandige publiekrechtelijke organisatie met een wettelijke taak. Het beheren en duurzaam tot maatschappelijk nut brengen van die toevertrouwde terreinen. En dat toevertrouwde terrein is maar liefst 273.000 hectare aan natuur. Zeg ik dat goed? Ja, dat de goede helemaal. Cijfers, ja. De vraag is ook in dit gesprek natuurlijk, welke rol kan het Staatsbosbeheer nou spelen in die hele transitie naar biobased bouwen? Kan Staatsbosbeheer als ontwikkelaar van die productielandschappen optreden? Hoe verschilt die rol wellicht nog van vroeger? Jij neemt ons mee in een korte pitch ook. Het begint natuurlijk onze rol vooral over uitleggen hoe het nou zit met dat Nederlandse bos. Dat is denk ik heel belangrijk. Ja.
En daar ga ik jullie in meenemen. Dat is fijn. Want voor biobased bouwen, hè, dat wordt heel vaak in hout gedacht, niet alleen, maar heel veel in hout. Er is bos voor nodig. We hebben in Nederland ongeveer 370.000 hectare bos, waarvan wij ruim een kwart beheren, 100.000 hectare. Dat is overwegend gemengd bos, evenveel naaldbomen als loofbomen gemiddeld. We zijn in Nederland langzaam aan het verloven, zoals wij dat noemen. Dus er komen steeds meer loofbomen in plaats van naaldbomen. In al onze bossen kan gerecreëerd worden. Mogen we het over hebben, maar dat wil ik maar even gezegd hebben, omdat we het zometeen nog even over types bos hebben. En onze bossen worden altijd volgens duurzaamheidscriteria beheerd. En wij laten ons toetsen door op basis van de FSC-criteria. Dat vooraf. Als we het over het bos hebben, dan gaat het net als bij natuur, dan hebben we één grote spraakverwarring. Want dat er één, een tropisch eiland zonder enige menselijke bewoning en beïnvloeding natuur noemt, vindt de andere grasprietje tussen de stoep nog natuur. En zo is het met bos, denk ik ook. We hebben natuurbos als term. We hebben plantages en er is multifunctioneel bos. Ik zal er zo meteen iets meer over vertellen. Ongeveer een derde van het bos dat wij beheren, hebben wij als natuurbos. Dat beheren wij als natuurbos. Er wordt geen hout geoogst. Plantages, daar doen wij bij Stadsbos weer eigenlijk niet aan. Het grootste deel van wat wij hebben is multifunctioneel bos. En wat is dat nou? Ik heb het hier even geprobeerd naast elkaar te zetten om de discussie helder te krijgen. In Nederland wordt bos tegenwoordig in het kader van de natuurwetgeving onder natuur gerekend. Is op zich ook niks mis mee. Maar als je daarmee beschouwt wat dat eigenlijk inhoudt, namelijk we beheren dat overwegend om biodiversiteit te ontwikkelen en te bevorderen. Dat is heel goed voor de natuur. De andere kant is dat als je naar hout kijkt, dan komt dat uit productiebossen of plantages. Tenminste, dat is de beeldvorming. Waarbij gemaximaliseerd het beheer gemaximaliseerd wordt op de voortbrenging van hout. Daar wordt CO2 in vastgelegd, dus eigenlijk heel goed voor het klimaat. En in multifunctioneel bos brengen we die twee functies eigenlijk bij elkaar. Dat zeggen we, en we zijn bezig met natuurontwikkeling, aanbrengen van structuur, zorgen dat de vogels goed kunnen leven, insecten, et cetera. Maar we kijken ook naar houtproductie. Dus dat multifunctionele bos vervult eigenlijk een breder palet aan belangrijke waarden die we tegenwoordig hebben. Dus we zeggen dat multifunctionele bos is eigenlijk goed voor natuur en klimaat. Wat gebeurt er in dat bos? Iedereen weet het, maar ik heb het toch maar even uitgewerkt. Als we 1 kubieke meter hout willen produceren, dan is daar ongeveer 0,9 ton CO2 voor nodig. Dus dat wordt vastgelegd in hout en er wordt ook nog zuurstof en water geproduceerd. Maar globaal zou je kunnen zeggen, 1 kuub hout legt ongeveer 1 ton CO2 vast. Hoe zit dat nou in elkaar met natuurbos en beheerd bos? Dus houtbos waar we ook in produceren. Als je deze grafiek ziet, de stippenlijn geeft aan wat er gebeurt met CO2. De voorraad van CO2 die opgeslagen ligt in het hout en ook in de bodem in onbeheerd bos, dus in natuurbos. En die zaagtand, daarin zie je wat er gebeurt als je er ook in oogst. Maar er zit dus echt een bovengrens aan. Ja, dat houdt ergens een keer op. En sterker nog, dat zie je in deze grafiek niet echt, maar eigenlijk gaat hij nog weer wat naar beneden. En dat komt omdat er ook bomen doodgaan en die verteren. Hmm. En dan komt die CO2 weer vrij. Dus dat is, in dat opzicht is natuurbos een prima buffer. Hè, dus prima. Maar dat gaat maar niet door. Dat houdt ergens op. Terwijl als je beheert, hè, dus je gaat er ook hout in oogsten, dan zie je dat de voorraad in het bos weliswaar gezakt is, maar dat haal je uit het systeem, brengen we in het economisch systeem. Dan blijf je in die steile curve zitten van die koolstofvastlegging en blijf je eigenlijk optimaal de capaciteit benutten die dat bos heeft. Dus als je over de langere termijn bekijkt, dan leg je eigenlijk in beheerd bos totaal met het geoogste hout meer CO2 vast dan in natuurbos. Ja. Nou, met je dat hout zo houdt. En niet daar ja, weer iets anders mee gaan doen. Natuurlijk. Dus als je het hout toepast in de bouw, dan blijft een gebouw hopelijk heel langzaam. Ja. En dan zolang je dat doet en dat hout ook weer hergebruikt, creëer je eigenlijk een buffer in de economie. Ja. De grootste winst zit evenwel niet in de vastlegging van het hout, van de CO2 in het bos op zich, als wel in de substitutie van niet hernieuwbare grondstoffen. Dus daar waar hout en zink is, zie je dat beton, maar staal en aluminium nog veel erger, zoals je hier ziet. Leiden tot enorme uitstoot bij de productie en het gebruik van die materialen. Dus hout is, bos en hout heeft de grootste eigenlijk impact wanneer je dat hout gaat toepassen. Dus de substitutiewaarde is eigenlijk minstens zo belangrijk, misschien wel belangrijker dan de vastlegging op zich.
Hoe zit dat nou in Nederland met het hout? We hebben 370.000 hectare bos. We produceren in Nederland ongeveer 1 miljoen en we verbruiken ruim 12 miljoen. Dus je zou kunnen zeggen ongeveer 10% van ons hout produceren we binnen Nederland zelf. Daarvan doet Nederland, Staatsbos weer maar liefst 3% van dat totaal. Dus we zijn hier wel, in Nederland misschien wel heel groot, maar als je naar deze cijfers gaat kijken zijn we eigenlijk vrij klein. Dus we zijn echt een importland. Dat realiseren we ons misschien niet, want er wordt toch veel gekeken naar die grondstoffen, dat we dat lokaal moeten gebruiken. Maar je ziet dat Nederland, net als voor heel veel andere materialen, grondstoffen en producten, we echt een importland zijn. Driekwart van het hout dat we importeren komt uit onze eigen regio. Heel veel uit Duitsland, België, maar ook de Scandinavische landen. Nou ja, je kunt zelf zien waar het vandaan komt. Dus ja, dat is eigenlijk toch dat vind ik toch een beetje een vervelend verhaal. Dus je zou kunnen zeggen, kunnen we niet meer, als we meer gaan bouwen, niet ook meer gebruik maken van ons bestaande bos? Kunnen we daar niet meer oogsten? En dan kom je op die discussie uit van, moeten we dat bos wat we hebben, moeten we dat natuurbos maken? En die geluiden die worden eigenlijk steeds krachtiger. Of moet je daar dat multifunctionele karakter in stand houden? Nou, dat is een discussiepunt. Ik denk dat er veel voor te zeggen is, omdat je daarmee ook meer het goede voorbeeld geeft naar de buren. En zegt van ja, we gaan zelf ook meer hout produceren, dus we gaan niet alles importeren en de druk voor onze houtbehoefte leggen in de buitenlandse bossen. En het tweede punt wat daar achteraan komt is van ja, we zullen ook meer bos moeten aanleggen. Nou, dat past denk ik heel goed in jouw verhaal ook. Naarmate je meer gaat investeren in nieuw bos, ga je ook die koolstofvastleggingscapaciteit in Nederland vergroten. Je gaat ook meer capaciteit kweken om hout te gebruiken. Maar bovendien creëer je ook meer biodiversiteit en ook meer ruimte voor recreatie. En ik denk dat dat een belangrijk gegeven is, want bos is multifunctioneel en dat mes dat snijdt aan meerdere kanten. Dat is denk ik het belangrijkste als je het hebt over bos en over hout. Ja, nou ja, en ik hoor wel in je verhaal dat er dus meer bos, in welke vorm dan ook, bij mag. Ja, nou ja, ik heb dus wel een sterke voorkeur, zeker als we naar biobased bouwen. Heb ik wel een sterke voorkeur voor in welke vorm dat dan zou moeten. Ja, exact. Ja. Ja. Nou, dat had ik deels al begrepen uit de presentatie. Gaan we het zo zeker nog over hebben. Ja. Dank je wel ook voor je presentatie. Gaan we gewoon direct door naar de derde presentatie van Shira van de Wittenboer. Ik zei het al, landschapshistoricus en landschapsontwerper. Werkzaam bij het College van Rijksadviseurs. Als adviseur landschap en erfgoed. En binnen jouw rol onderzoek je op nou, tal van manieren toch wel die transitie ook naar biobased bouwen. Jullie werken aan een nieuwe prijsvraag over biobased en natuurinclusief bouwen. Je schreef mee aan een advies voor de landelijke bossenstrategie. Je begeleidt een ontwerpend onderzoek over het verbouwen van biobased teelten in de stadsranden. Wat doe jij allemaal en wat zijn jouw bevindingen in die transitieopgave? Jij gaat ons meenemen, toch? Dankjewel. Ja, ik had de eerste slide al. Kijk. Dat is heel gevoelig, blijkbaar. Noem het biobased en natuurinclusief verbouwen. Natuurinclusief, dat is niet automatisch ook onderdeel van biobased. Het is wel heel logisch, want biobased is natuurlijk veel duurzamer. Maar wij willen ook wel echt nadrukkelijk ook die toevoeging natuurinclusief daaraan toevoegen. Mm-hmm. En dat gaat dan nog net een stapje verder? Dat gaat nog net een stapje verder. Dat is dus gaat niet alleen over het materiaalgebruik, maar dat gaat ook echt over dat je er ook voor zorgt dat bijvoorbeeld bij de bouw, dat als je een wijk bouwt, dat dan het bodem- en watersysteem bijvoorbeeld uitgangspunt is. Dat er ook in en om het gebouw wat je neerzet, dat daar ruimte is voor natuur. Ja. Dus dat gaat een stapje verder, maar dat vinden we dus wel een belangrijke toevoeging. En we hebben het hier ook verbouwen, want het gaat dus niet alleen over bouwen, maar ook over het verbouwen van de productie. Teelten. Het gaat voor ons dus echt over die hele keten van biobased teelten tot biobased bouwen. En toch even een stukje context, niet dat het hiermee begonnen is, maar dit was een aantal jaar geleden, Parijs, waar het er nog was er nog groot enthousiasme, een beetje contrast misschien met recent in Glasgow. Maar goed, we hebben toen wel stevige doelen neergezet. En het gaat nog niet heel erg soepeltjes. We zijn ondertussen iets verder, want dit is het plaatje van 2019, toen we net
nou, zeg maar, groene onderbenen hadden. En we moeten nog wel een eindje. Afspraken zijn 40% ten opzichte van 1990. En nationaal stellen we zelfs die ambitie nog iets hoger in. Op 49% ten opzichte van 1990. Nou, en dan, net werd het natuurlijk ook al eventjes genoemd. Er zitten natuurlijk ontzettend grote voordelen ook aan het gebruik van biobased materialen. Betonproductie draagt voor circa 8% bij aan de wereldwijde CO2-uitstoot. Met biobased materialen kun je juist toe naar vastlegging van CO2 in plaats van uitstoot. En ook als je kijkt naar andere winst van biobased materialen. We zijn heel erg gewend om de bruto binnenlands product te nemen als graadmeter, ook voor hoe goed het gaat met ons land. Dus tegenwoordig is het steeds vaker, wordt ook de natuurlijke kapitaalrekening als graadmeter daarvoor gekozen. Nou, dit is een staatje van hoe wij het doen op natuurlijk kapitaal. Daar is het niet zo heel erg best mee gesteld. Terwijl biobased teelten, die kunnen dus naast CO2 ook allerlei andere ecosysteemdiensten leveren. Waaronder dus meer biodiversiteit, het kan dienen als fijnstoffilter, waterzuivering, plaagdierbestrijding, recreatie, erfgoed. Nou, dat zegt, de waslijst is enorm. En daarnaast hebben we natuurlijk ook het streven om, onze grondstoffen zijn beperkt. Dus we moeten in transitie naar een circulaire economie. En dan zijn hergroeibare materialen, die daarnaast ook nog demontabel en recycleerbaar zijn, die zijn essentieel. Nou, ik zal eventjes wat projecten die we bij het College van Rijksadviseurs hebben gedaan of mee bezig zijn, die ga ik even belichten. Eerst is dan landschap versterken met bomen en bos. Dat is een advies dat wij in 2019 geven voor de ontwikkeling van de landelijke bossenstrategie. En gaat dus ook uit van de noodzaak om CO2 vast te leggen. Die geeft aan bos en bomen een extra belang. En dat momentum, dat hebben we nu, dus dat moeten we ook gebruiken. Er werd net ook al even genoemd de ambitie van LNV in de provincies. In 2030 10% meer bos. Het gaat om 37.000 hectare. En dat kan je dan op veel verschillende manieren kun je dat invullen. Nou, wij zijn niet de enige die een advies hebben geschreven voor de landelijke bossenstrategie. En er zijn ook meerdere trajecten uit voortgekomen. Dit is even een selectie daarvan. Een overzicht. Ja, dus wordt ook nog steeds gewerkt hoor, aan vastplan. Landschapselementen is een voortvloeisel daaruit. Nou, landschap versterken met boom en bos is dus eentje van ons. Dat gaat veel breder, gaat niet alleen over houtproductie. Maar dat gaat ook over bijvoorbeeld landbouw met bomen. En het gaat ook over natuur versterken. Ga eventjes de houtproductie ga ik er even uitleggen. En ook de bossenstrategie, dat een enorme kans is om kwaliteitsimpuls te geven aan ons landschap. Nou, als het dan gaat om houtproductie, dan gaat het dus uiteraard niet om biomassa, maar om hoogwaardige circulaire toepassingen. En duurzame houtproductie, dat moet een onderdeel zijn van een multifunctioneel bos. Ook al genoemd. Het is nog steeds wel van wat multifunctioneel is. Daar verschillen de meningen over. Wij hebben het dan echt over een echt biodivers bos. Waar je ook echt goed in kan recreëren. En dat vraagt ook een lange omlooptijd. En kapvlakten die passen bij het bosecosysteem. Dus niet een grote kap in één keer. Wat voor termijn denken jullie dan aan, die omlooptijd? Nou, dan zit je... Dat ligt er een beetje aan, want populier bijvoorbeeld groeit veel sneller dan andere boomsoorten. Ja, je wilt natuurlijk wel gewoon toe naar dat ecosystemen zich goed kunnen ontwikkelen. En je wilt eigenlijk gewoon dat daar waar het begint af te vlakken, die CO2-opname, dat zou een goed moment kunnen zijn om te kappen. Ja. Maar als je kijkt vanuit de verdienmodellen, dan zou je normaal gesproken iets eerder gaan kappen. Ja. Nou, moeten we zo meteen nog maar even. Ja, daar hebben we het zo meteen nog even over. Ja. Het is natuurlijk ook. We hebben natuurlijk te maken met stikstofgevoelige Natura 2000. Dat is ook waarom
men zegt dat de economie op slot zit. Juist ook in die overgangszones tussen die stikstofgevoelige natuur en de gebieden daaromheen. Daar zou de aanplant van meer bos zou daar heel erg goed passen. Je kunt het ook hebben over agroforest, dus landbouw met bomen, maar echt productiehout. Dat zou daar heel goed passen, want dat heeft natuurlijk geen ammoniakuitstoot. Het ligt dan echt voor de hand om dan ook te gaan voor streekeigen bostypen en soorten, zodat je dus ook dat landschap en de karakteristieken, identiteit van dat landschap kan versterken. Zoals de populiere bossen kenmerkend zijn voor Noord-Brabant of waar we hier nu zitten, in de Flevopolder. De combinatie met recreatie is natuurlijk ook een hele logische. Met name in de Randstad is er een groot tekort aan groene recreatiemogelijkheden. Op dit moment is het gewoon omdat er zo'n tekort is aan die groene recreatiemogelijkheden, ligt er heel veel druk op die bossen. En dan is ook de combinatie met kap is een hele lastige. Opstanden. Gaat er bij wijze van spreken voorvliegen en bindt zich aan bomen vast. Ja. Dat mag niet. Terwijl als we toegaan naar een circulaire economie, dan is het ondenkbaar dat we niet zowel recreëren in dat bos als dat we daar gebruik van maken. En de bossen van Staatsbosbeheer, die zijn ontzettend belangrijk in ons, ook recreatief. Ja. Dus ik denk dat daar ook wat dat betreft een mindshift nodig is. Dat we daar ook als consument anders naar gaan kijken. Om die zaagtanden dus eigenlijk ook deels te krijgen. Ja. Ja, ik bedoel, waar moet het dan vandaan komen? Dus dat is... biobased gaat nadrukkelijk niet alleen over hout. Ik weet niet of wie er op de Dutch Design Week is geweest, maar daar stond de Exploded View, wat echt een showcase is van biobased materialen. Met echt alle materialen die benut kunnen worden voor om mee te bouwen. En sommige daarvan zijn nu nog heel erg kostbaar, ook om te realiseren. De aanbod is dan nog veel te laag. Maar er zit natuurlijk ontzettend veel potentie. En het is ook een beetje kip en ei. Zodra de vraag stijgt, dan wordt het ook interessanter om dit te produceren. We zijn ook bezig geweest met een ontwerpend onderzoek. Een biobased verbouwen. Dus echt ook de teelten, hoe die teelten ook van waarde kunnen zijn voor het landschap. Dit was een ontwerpend onderzoek naar biobased teelt in samenwerking met de provincie Zuid-Holland. Dat is door Boom Landscape verzorgd. Er komt onder andere dan een model uit voor een biobased landgoed, waarin elke teelt dan ook een eigen toepassing kent. Voor dakbedekking, maar ook voor het constructiehout of voor de lijmstoffen of bitumen. Voor de meubels die in het pand zijn opgenomen. Dus dat is heel divers. En dat hebben we nu uitgewerkt, want dat is nu een grote project geworden. Het vorige ontwerpend onderzoek dat was heel erg gericht ook op dat landschap. En we zijn nu in samenwerking met BZK, met provincie Flevoland, met Zuid-Holland en met Noord-Brabant en wij zelf. Doen we een traject ook weer met Boom Landscape en samen met de natuurverdubbelaars om... biobased teelten, verschillende grondsoorten of verschillende locaties, om dat ook te gaan uitwerken in verdienmodellen. Hoe ziet het verdienmodel eruit en vooral ook wat zijn de bottlenecks daarin? Ja. Nu is het nog best lastig om er een verdienmodel van te maken. Wij hebben zelf staan we aan de lat voor biobased teelten in stadsranden. Een beetje een opmerkelijke locatie, maar dat is juist een plek waar hele goede kansen mogelijk zijn, juist met recreatie. Dus stadsrand Utrecht en omgeving Okhuizen is ons pilotgebied. En dan werk ik hierin ook samen met de provincie Utrecht. En het is echt ook een verkenning, dus we zijn niet bezig met een plan, maar echt te onderzoeken wat er mogelijk is. Ja. Overgang van rivierklein naar veengronden, de groene polderscheg. Een aantal ontwerpprincipes. Ik denk dat ik het red hoor in 2 minuten. Productie afstemmen op de bodem. Versnippering en verrommering van het landschap tegengaan. Door te verknopen met nieuwe ontwikkelingen in het landschap.
robuust watersysteem dat pieken bij droogte of extreme neerslag kan opvangen. Ik zal er iets sneller doorheen. In ieder geval dus ook het aansluiten bij de landschappelijke karakteristieken en gebruik maken van de recreatieve potenties. Nou, dit is dan zo'n kansenkaart van die biobased teelten. Dit is dus echt ook een traject wat nog gaande is. Hè? Dus dit zijn beelden uit het conceptboekwerkje. Wat er op basis van bodemwateropgave en stadsrandfuncties mogelijk is. En dat wordt dan vervolgens uitgewerkt in een aantal factsheets. Ik ga ze verder niet helemaal uitleggen. Dit zijn interessante factsheets omdat die echt specifiek zijn voor de stadsranden. Dus het gaat om parkbossen, grindgaten, maar ook de omgang met de braakliggende terreinen, hoe je die zou kunnen benutten. En dit is dan zo'n uitgewerkt factsheet. En die worden dan nu ook doorgerekend door natuurverdubbelaars om te kijken hoe die verdienmodellen eruit zien. Nou, het zal je niet verbazen dat dat in de meeste gevallen, ja, onze agrarische grondprijs is gewoon enorm hoog, dat dit gewoon nergens uit kan. Dus dat zou betekenen ook gewoon dat het extra noodzakelijk is, dat willen we dit wel, dat we dan ook ecosysteemdiensten gaan financieren en bijvoorbeeld ook voor de recreatieve waarde ervan. Is gaan invoeren voor recreatie. Precies. Dus dat hoort erbij. Nou, we zijn met zoveel dingen bezig. Je kondigde net ook al aan, we zijn bezig met een prijsvraag. Die gaan we in januari gaan we die lanceren. Er zijn verschillende trajecten die komen samen. Sommige hebben we al gedaan, andere die gaan komende periode starten. Dus we hebben daarvoor een programma opgezet dat heet Naar een nieuwe bouwcultuur. Een programma over biobased en natuurinclusief bouwen. En dat biedt wat ons betreft ook de kans om woningbouw te combineren met de ontwikkeling van productieteelten, de verrijking van landschappen en de versterking van de relatie tussen stad en land. En hier een variatie van de projecten die we daarin gaan onderzoeken. Dus die business and value cases voor biobased teelten, dat is dus dat traject met die natuurverdubbelaars. En Boom Landscape en ook echt de toepassing, dus de bouw, dat gaan we dus ook in die prijsvragen onderzoeken. En we willen daar ook echt een leertraject van maken, dus dat we ook die bottlenecks die in beleid en wet en regelgeving zitten, dat we die ook boven tafel krijgen. Ja. En daarop kunnen gaan uitwisselen. En dat doen we ook samen trouwens met de City Deal, circulair en innovatief bouwen. Ja. Dus dat is even in een notendop wat jullie allemaal doen. Dank je wel. Volgens mij, daar schakelt de techniek weer terug naar de hoofdpresentatie. Dank jullie wel voor jullie presentaties. Er ligt volgens mij, er zijn genoeg ideeën, er ligt genoeg basis om mee aan de slag te gaan. Hoe sijpelt dat nou door op al die lagen? Dat is volgens mij ook een beetje de vraag. We hebben 3 stellingen ook opgesteld. Daar kunt u dus thuis ook op reageren om het gesprek een beetje aan te structureren. En we gaan het eerst eens hebben over die transitie naar dat biobased bouwen. En de stelling luidt als volgt. We kunnen de verstedelijkingsopgave niet ecologisch verantwoorden zonder een radicale omslag naar biobased bouwen. En de opties zijn eens, oneens. Als het goed is wordt die online geladen en dan kunt u stemmen. Dus doe dat vooral, dan neem ik dat hier aan tafel ook mee. Er moeten 1 miljoen woningen bij, met name dus binnen ook die bestaande steden. Hoe verhoudt het zich tot die klimaatopgave en kan biobased bouwen daar een antwoord ook bieden in die hele, in die gigantische uitdagingen eigenlijk waar we voor staan? Jullie zien de stelling ook achter op het scherm. Is het eens of is het oneens? Ja, ik ben het wel eens, denk ik. Volgens mij hebben we niet alleen met de woningbouwopgave te maken, maar met eigenlijk een heleboel opgaven. We hebben ook een biodiversiteitsopgave, we hebben CO2, dus stijgende temperaturen enzovoort. Absoluut. En volgens mij is woningbouw eigenlijk een uitstekend middel om een soort vliegwiel te vormen om al die andere dingen ook aan te pakken. Dus als we eigenlijk als je kijkt naar, want Sierra legt net uit, aan zich, bij wijze van spreken, bomen planten en die vermarkten op de Nederlandse markt, dat is dus moeilijk te, dat gebeurt, of andere biobased materialen, maar die verdienmodellen zijn tof, zal ik maar zeggen. Ja.
Maar het verdienmodel van wonen is niet zo tof. Eigenlijk wordt daar, je zou kunnen zeggen, genoeg geld verdiend, waarmee je dus eigenlijk al die andere dingen die eigenlijk wat geld kosten, het te bekostigen. Mm-hmm. En ik zou zeggen dat je dus eigenlijk door die twee los te koppelen echt een totale kans zou missen. Dus ja. Volgens mij mag dat radicaal aan elkaar gekoppeld worden. Ja. Ik denk ook, nu op dit moment nemen we gewoon de verborgen maatschappelijke kosten van de conventionele bouw nemen we niet mee. Waardoor het goedkoper is dan biobased. Ja. Maar als je dat wel zou doorrekenen, dan ziet het rekensommetje er heel anders uit. Dus we hebben ook echt andere rekenmodellen nodig. Ja. Henk. Nou ja, een belangrijk punt wat jij net aangaf is dat de landbouwgrond in Nederland zo extreem duur is. En dat is een enorme rem op ontwikkeling van die landbouwgrond aan zich. Dus door dat te integreren en eigenlijk ook veel meer het systeem eigenlijk in Nederland ook anders neer te zetten, hoe we ons land nou willen inrichten, zul je echt veel meer inclusief moeten denken. En ook veel meer in verschillende functies bovenop elkaar in plaats van alles sectoraal naast elkaar te ontwikkelen. Zijn goed in het monofunctioneel. Ja, en ik denk dat daarbij ook bij hoort dat we hebben het nu heel erg over het nu, maar je zou ook echt moeten kijken van hoe willen we nou dat Nederland, of hoe willen de jonge Nederlanders nu eigenlijk graag dat Nederland eruit ziet in 2050? Ja. Waar worden de Nederlanders in de toekomst gelukkig van? Ja. En als je dat voor ogen houdt en je kijkt naar hoe we nu aan het bouwen zijn, dan ja, volgens mij is er eigenlijk geen goed antwoord, anders antwoord te geven dan eens te zijn hiermee. Want als je dat niet doet, wat is dan het alternatief? Ja. Dat is hier, daar maak je geen mooi Nederland mee. Nee. Dus de antwoord hier trouwens in de chat is, nou, de meeste mensen zijn het er inderdaad mee eens. 12 stemmers voor, maar het zijn ook 2 mensen die hebben oneens gestemd. Dus ik ben wel benieuwd of dat die in de chat misschien daar nog wat toelichting op willen geven. Aan waar je misschien nog wat over kunt zeggen. Dat is zeg maar in de traditionele bouw en circulair bouwen. Daar is natuurlijk ook een enorme winst te halen. En daar is niet per se biobased bouwen voor nodig. Dus je zou ook met veel meer circulariteit, dus ook veel meer hergebruik van materialen, al een hele grote slag kunnen maken. Dus dat kan ik me nog voorstellen, maar ik denk dat voor de rest, als je zeker naar klimaat kijkt, dan ontkom je er bijna niet aan om de weg van biobased bouwen. Nou ja, de vraag is natuurlijk ook, wat is radicaal? Wat is een radicale omslag? En er wordt hier in de chat ook gevraagd, Irene vraagt, wat wordt gezien als de ideale footprint? Misschien dat ik die eens bij jou mag neerleggen, Daniel, omdat je het zo mooi zichtbaar maakt. Nou ja, kijk, bijvoorbeeld GRASP hebben we gedaan, rekent eigenlijk naar een soort zero footprint toe, zou je kunnen zeggen. En dat is radicaal ten opzichte van hoe we nu opereren. Tegelijkertijd is het natuurlijk altijd een discussie van bepaalde vormen van productie, bijvoorbeeld Nederland is nou, hè, kunnen we heel Nederland bebossen? Misschien niet. Misschien zijn de Finse bossen wel veel handiger om ons vuurhout vandaan te halen. Daar komen we zo ook nog op bij een volgende. Nou precies, dus die discussie snap ik ook. Maar ik denk tegelijkertijd dat als je niet, kijk de logica van het tegenovergestelde logica die zegt, ja we moeten juist, hè, we hoeven het niet per se dicht bij huis op te lossen, maar we kunnen het uitbesteden. Mm-hmm. Dat is een soort geleidende schaal die eigenlijk leidt naar de situatie waarin we nu zitten. Ja. Dus volgens mij is de uitdaging waar we allemaal voor staan om die logica om te draaien. En als we dus onszelf blijven excuseren dat het niet lokaal hoeft. Mm-hmm. Of dat we niet als het ware uiteindelijk op een soort punt terecht willen komen waar we in het reinen zijn met onszelf, mm-hmm. zeg maar. Dan kom je er niet. We gaan het zo ook zeker nog even hebben over waar dan die productielandschappen moeten plaatsvinden of waar die moeten staan. Ik ben ook nog wel even benieuwd, wat is nou volgens jullie dan radicaal? Er zijn allerlei ambities die worden gesteld. De 20% houtbouw in 2025 hier in Flevoland. Ergens anders, volgens mij is Parijs, wordt gezegd, alle publieke gebouwen in houtbouw. Moeten we naar 50% biobased? Wat is volgens jullie nou een ambitie om te stellen? Nou ja, je hebt natuurlijk ook te maken met dat we op het moment dat je al, wat je radicaal doet, mm-hmm. gaat op zeker moment natuurlijk ook wel weer wringen, omdat we gewoon dan een tekort hebben aan grondstoffen. Hè? Je wilt vooral dat die biobased teelten, dat die productie op gang komt. En dat we dus ook gewoon die materialen kunnen gaan verwerken. En op dit moment hebben we gewoon in Nederland helemaal geen verwerking van hout, bijvoorbeeld tot cross-laminated timber. Daarvoor moet het naar Duitsland. Dus op het moment dat je dit wil, dan moet je er serieus werk van gaan maken. Dat wil niet zeggen dat je nu
vandaag op morgen kan zeggen, vanaf nu moet alles biobased. Ja. Want dan werken we onszelf in de problemen. Ja, dat gaat inderdaad niet werken, maar je moet wel iets hards neerzetten. Dus je moet wel zeggen van, we accepteren gewoon niet meer dat alles zonder meer uit beton, staal en aluminium wordt opgetrokken. Maar dat er ook een x-percentage, en 20% is natuurlijk een prima ambitie, want die is best wel groot. En die is zo groot dat je in ieder geval de boel in beweging kunt krijgen. Dus dat is eigenlijk meer de zorg van, ik zie al bewegen, van is 20% groot genoeg? Zo kun je ook kijken naar meer bos. Ik vind de ambitie om 10% meer bos in Nederland aan te leggen, heb ik niks op tegen. Maar het veroorzaakt niet grote verandering. Radicaal genoeg dus? Nee, dat denk ik niet. En dat radicale, dat gaat er voor mij om de beweging tot stand te brengen. Dus komt de beweging in een andere richting dan waar we nu zitten? En dan is de vraag is of 20% voldoende is. Ja. Daar ben ik de deskundige niet in. Maar ik kan me voorstellen dat dat al een aanzet geeft, zodat we inderdaad die weg inslaan. En dat is denk ik een gegeven, maar jij hebt daar misschien een ander beeld bij. Nou, ik denk dat 20% een hele mooie stap in de goede richting is. Maar het is nog wel een percentage waarvan je denkt, nou, dan kunnen we een bepaalde bouwelement in een gebouw, het laaghangend fruit, te kunnen omzetten in een houtskeletbouwwandje of een CLT-vloer. En dan zijn we er. Ja, ja. Dus het is nog niet echt iets wat mij echt zou prikkelen. Dus wat mij betreft kan het radicaler. En ik ben ook wel benieuwd naar wat Sera bijvoorbeeld denkt. Dus van zo'n algemeen percentage, is dat dan de manier om de bouw in beweging te krijgen eigenlijk? Of zijn er ook andere methoden? Ik heb altijd zelf het idee gehad dat gemeenten echt op de sleutel zitten, want zij gaan over vergunningen en ze gaan heel vaak over bouwlocaties. En ik denk dat er veel meer ruimte zou moeten komen voor een beetje pioniersprojecten die even los van alle publieke gebouwen, want dat gebeurt al, er worden genoeg mooie iconen in hout gerealiseerd, dus iedereen is zich wel bewust van dat gebouw, maar pioniersprojecten die meer op bijvoorbeeld de woningbouwniveau of op eigenlijk daar waar het gros van het bouwproductie in Nederland over gaat, even de nek uitsteken, zeg maar. En ik denk dat dat veel meer plaats mag vinden. Dus zo'n algemene regel is goed, maar vervolgens moet je dat side by side gaan, denk ik, met een aantal locaties waarvan de gemeente dan echt zegt, nou, hier gaan we het eens even echt radicaal doen. Ja. Het gaat dan eigenlijk ook over goed aanbesteden, hè? En, precies. Dus dat je binnen de metropoolregio Amsterdam bijvoorbeeld, ligt de ambitie voor biobased bouwen ligt echt heel hoog. En zij experimenteren of zijn ook best wel ver met hoe, op welke manier moet je dat dan aanbesteden om ervoor te zorgen dat ontwikkelaars dus ook hun ambitie helpen vervullen. Ja. Ja. Want dat, kijk, je kunt zoiets als gemeente wel willen, maar op het moment dat je dat dus vervolgens niet uitvraagt aan ontwikkelaars, dan komt het er niet. Want gemeenten gaan zelf natuurlijk niet ontwikkelen. En als ze dat doen samen met woningcorporaties, woningcorporaties die hebben te maken met een rekenmodel wat gewoon door het ministerie is gedicteerd. En dat is gericht op lineaire bouw. En, nee, dus dat ligt. Dus een bepaald type aanbesteding hoort ook bij een bepaalde grondprijs enzovoort. Dus die dingen. En dan langzamerhand zouden ook al die randregelingen daar rekenschap voor moeten gaan geven. Precies, dus 20%, je kunt het roepen. Ik denk dat je hoe komt juist het door tot die werkvloer en hoe wordt het daadwerkelijk ook gerealiseerd? Ja, en op het moment dat je bijvoorbeeld de verborgen maatschappelijke kosten ook gaat meetellen in de rekenmodellen. Ja. Dan wie moet je die rekenmodellen opstellen eigenlijk? Waar ligt de sleutel? En dan kom je ook zo bij jou, Henk. Waar ligt inderdaad de sleutel, zoals Daniël het zegt, in het opstellen van die rekenmodellen, in het opstellen van de regels, zodat het daadwerkelijk ook uitgevoerd wordt? Ik denk dat we zeg maar in een lineair systeem zitten. En dan zitten we, als je daaruit wilt stappen, dan struikel je over het feit dat we alles in lineaire regels hebben vastgelegd. Dat is het uitgangspunt. Dus hoe ga je dat nou losmaken? Ja, dat betekent toch dat je ook bij de overheid. Op nationaal niveau. Ja, dan begint het denk ik dat je daar dat probleem moet signaleren. Zeggen, we worden aangestuurd vanuit dit dogma en we willen naar een andere wereld toe. Welke belemmeringen ontstaan er nou vanuit dat lineaire denken? Mm-hmm. En wat impliceert dat? Wat moeten we daarbij loslaten? Ik bedoel, je kunt hele strenge eisen stellen aan duurzame grondstoffen die je wilt gebruiken. En tegelijkertijd diezelfde eisen niet stellen aan de niet duurzame grondstoffen. Dat is de realiteit van nu. Dus
hoe ga je met dat vraagstuk om? En dat betekent dat je met de billen bloot moet en zeggen van, ja, hout is, nou, ik noem maar wat, zo duurzaam, daar hebben we een meetlat voor. Maar hoe zit het dan met beton en staal? Mm-hmm. Durven we dat te zien, dat dat zo schadelijk is? Ja. Met andere woorden, geeft dat en hoe breng je dat in waarde dan tot uitdrukking? Ja, dan moet je toch of koolstof gaan verwaarden, of je moet een andere graadmeter vinden, waarmee ons economisch bestel, zeg maar, niet meer het lineair is, maar ook verder denkt dan. Kijk, we hebben nu een economie die denkt tot morgen, en we moeten een economie hebben die decennia vooruit durft te denken. Ja. Dat is echt duurzaam. Ja. En als we het niet doen, dan remmen we eigenlijk innovaties. Ja. Dat is een rem. Dit is een hele belangrijke rem. Ja, ja, want degenen die het traag zijn, die hebben er dan de meeste baat bij wijze van spreken. Ja, als we het hebben over, want er zijn, je noemde net een heleboel ook projecten die er dan zijn. Er zijn echt wel mooie voorbeelden. Zit hem het ook in het standaardiseren? Zitten daar nog echt grote uitdagingen om het dus, nou ja, op grotere schaal toepasbaar te maken buiten de verdienmodellen, maar meer technisch? Ik weet niet of standaardiseren het woord is. Ik merk wel, we hebben een ontwerpbureau, we bouwen veel in hout en we werken ook al samen met aannemers die nu eigenlijk in een soort leerproces zitten van, hey, we deden het op deze manier en we hebben allemaal wel die wens, maar we hebben nog niet echt van tevoren een grip op hoe duur dingen zijn, hoeveel complex. En nou ja, we gaan er maar voor en dan maken we dat die leercurve. De leert men. Precies, en volgens mij zijn een heleboel aannemers en bedrijven in de bouw, zeg maar, op die manier op dit moment bezig. En ik denk dat we daar grote stappen maken. Maar om dan te zeggen dat het in standaardisering zit, daar word ik zelf altijd een beetje kriebelig van. Mm-hmm. Omdat het zit in een soort van internalisering van kennis en dat we als het ware standaard kunnen denken in hout, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar om dan te zeggen dat alles dan in vierkante doosjes moet verpakt worden om dan die transitie te bereiken, dat gaat mij echt een aantal bruggen te ver. Omdat we dan als het ware, ja, de fouten uit het verleden op een nieuwe manier herhalen, zeg maar. Dus de jaren 50 wijken waarin we onszelf in hebben gebokst. Ja, daar zijn we ook op een gegeven moment een beetje van teruggekomen. En nou, volgens mij moeten we dan niet diezelfde fouten in hout dan gaan maken. Dus los van de materialen die je gebruikt, blijft er nog steeds een soort onderliggende vraag van wat is ruimtelijke kwaliteit. En dat moet volgens mij centraal staan. Ik denk eigenlijk ook dat je kunt concluderen dat het niet gaat om dat je aan één knop kan draaien en dan gebeurt het. Hè? Dus die 20% of 30, 40, 50, waar komen we ergens uit? Dat is niet het enige wat je moet doen. De ambitie, daar begint het misschien mee, hartstikke goed. Maar je moet daarnaast dus inderdaad die koolstofverwaarding. Je moet daarnaast toch ook gewoon een zekere mate van standaardisering en kennis daarover op peil houden. Je moet meer productie, aan de productiekant moet je gaan werken. Dus het kan landbouw gebeuren bijvoorbeeld. Dus je komt aan allerlei systemen die in elkaar grijpen. Precies. En het inderdaad ook het vergoeden van de ecosysteemdiensten met biobased teelt. Dus eigenlijk op al die aan al die knoppen tegelijk moet je gaan draaien. Dat is ook tegelijkertijd heel complex natuurlijk. En daar kun je ook helemaal in verzanden. De vraag is of we dat als land alleen kunnen. Ja, dat is ook een vraag die er ligt natuurlijk. Maar dat is natuurlijk bij elke discussie de vraag. Ja. Alles grijpt in elkaar. En hoe meer je erbij treedt, hoe complexer het wordt. Maar we moeten ergens beginnen. Dus vandaar dat ik toch eigenlijk denk dat als je gaat uitspreken dat je 20% biobased wil bouwen. En misschien moet je dat niet accepteren dat 20% van de kozijnen dan hout zijn. Dat mag je misschien ook nog wel in je criteria en je richtlijnen kun je dat meenemen. Maar je zult toch ergens met zo'n cijfer moeten beginnen. En dan zullen er ook een paar voorlopers moeten zijn die zeggen, nou, wij als gemeente, wij gaan dat doen. En wij zijn kartrekker daarin. En daar heb je ook bedrijven voor nodig. Natuurlijk ook bouwbedrijven die zich nu uitspreken zeggen, wij gaan een omslag maken. Die heb je gewoon nodig om die beweging te maken in de ketens. En ik ben wel benieuwd naar, kijk, Grasp is een idee om ook dit vanuit een soort van bewoner beleefbaar te maken. Ja. Want je komt uit een overheidslaag als het ware en dat is heel belangrijk dat daar op dat niveau heel veel gebeurt. Maar zijn er ook manieren om het om te draaien? Dat vind ik altijd een interessante vraag. Want ik merk dus heel erg dat, los van dat we als land in de breedte, zeg maar, behoefte hebben aan die traditie, zijn er ook heel veel individuen die dat hebben. Zeker. En het zou eigenlijk leuk zijn als die op een bepaalde manier ook kunnen bijdragen. Ja. Ja. Dus, ik denk eigenlijk zelfs dat de meeste transities die komen van onderaf, de overheden, zijn ontzettend traag. Ja. Ja.
Ja, juist omdat die gewoon vastzitten aan bijvoorbeeld lineaire rekenmodellen. Dus je ziet eigenlijk gewoon dat de samenleving al lang beweegt. En dan aan het eind komt de overheid er. Ja, precies. Dus op een bepaalde manier denk ik vaak van gaat het heel erg over ruimte bieden aan die energie, zeg maar. Dus er zijn heel veel initiatieven, er zijn heel veel bedrijven, er zijn heel veel. Maar eigenlijk zit het heel vaak vast op wat we in Nederland ruimtelijk mogelijk achten. De prijzen van bepaalde van de ondergrond, landbouwgrond, dan wel de kavels. Die eigenlijk een soort van sturend zijn richting een bepaalde manier van productie, waarvan we allemaal vinden dat die ongezond is. En dan zal die ontwikkeling, zeg maar, ook in een. Volgens mij meer in een co-creatie tot stand moeten komen. Dus als je naar gebiedsontwikkeling gaat kijken, dan moet je niet alleen naar woningbouw kijken. Dan zul je, want dat vind ik heel erg inspirerend van jullie verhaal, dat je dat natuurinclusieve ontwerpen moet. Ja. Als je dat voor ogen hebt en je gaat dan meer kijken van we willen een nieuwe woonwijk aan een stad plakken. Wat hebben we nou voor ogen en wat proces hoort daarbij? En als je dat in een bepaalde schaal pakt, dan kun je ook de bewoners of de potentiële bewoners en ook de boeren die er wonen en ook hun bedrijven daar hebben, die ook een nieuwe toekomst moeten hebben, die kun je daarin betrekken. En ik denk dus dat die processen, die creaties, dat die ook veel meer inclusief vorm moeten krijgen. Dus gewoon met meer partijen dat proces aan moeten gaan. En dus ook open blijven in wat eruit komt. Ja. Als je het allemaal van tevoren dicht timmert, met hout, bij wijze van spreken, dan wordt het ook best wel een moeilijk verhaal. Ja. Ja. Ik heb nog één praktische vraag voordat we naar de volgende stelling aan gaan. Er is onvoldoende biobased materiaal voor een radicale omslag, zegt Tineke. Kan hoogbouw ook volledig biobased gerealiseerd worden? Kijk even. Naar de ontwerpers. Maar wij doen geen hoogbouw nog. Nee. Maar die is kan nog komen natuurlijk. Kijk, er zijn natuurlijk een aantal projecten die in Nederland daar een soort van land spreken of een soort voorlopersrol hebben. En daar zie je toch dat heel vaak nog een betonnen kern in zit of bepaalde stabiliteitsvoorzieningen gewoon van beton zijn. De fundering. En ook, ook bijvoorbeeld CPO-project in Amsterdam die een soort voortrekkersrol hebben op collectief bouwniveau, zeg maar. En helemaal een soort biobased ambitie. Daar zie je dan toch dat is van de week nog gezien, bouwfoto's. Ja, het resultaat is gewoon veel beton. Ja. Dus op een bepaald niveau zijn ook nog, volgens mij kan er veel meer, maar het is gewoon duurder. Dus ook die, ook al is de ambitie hoog, zeg maar, de economie daarachter, die bepaalt vaak ook nog. Maar toch zijn hier wel al voorbeelden van. Dus we natuurlijk in Amsterdam, Sawa, in Rotterdam. Dus er is meer mogelijk dan dat er nu gebeurt, denk ik. Alleen, ik denk dat er ook in hybride bouwvormen nu nog wordt gewerkt, omdat het, kosten spelen een rol. Maar je moet het ook durven. Je moet ook het lef hebben om het dan toch te doen. Kosten, kennis en lef zijn er wel. En die ervaring die stapelen zich natuurlijk op. Dus de aannemers die dat nu aan het doen zijn, die durven de volgende keer direct ja te zeggen. Zeg maar. Dank jullie wel. We gaan door toch maar met de volgende stelling. Ondanks dat we hier volgens mij nog verder over hadden door kunnen praten. Maar het gaat meer over inderdaad die landsgrenzen. We hadden het er net al even over. Nederland moet binnen eigen grenzen voldoende biobased materialen produceren. Om de bouwindustrie te kunnen verduurzamen tegen 2050. Nou, het is dus duidelijk waarom we biobased moeten gaan bouwen. Maar we weten nog niet waar al die biobased materialen vandaan zouden moeten komen. We hebben net gezien waar ze vandaan komen nu op dit moment. De vraag is een beetje hoeveel kan Nederland produceren? Meer dus dan 10%. En zijn we bereid om die extra ruimte te maken voor deze opgave? Kijk, het is natuurlijk niet allemaal hout waar het om gaat. Nee. Maar als je het op hout betrekt en je kijkt wat we nu aan hout verbruiken, gaat het ook niet allemaal de bouw in. Er gaat heel veel in de emballage, ook in de karton- en papierindustrie. Maar stel dat we je wilt heel veel sectoren wil je verduurzamen. Dus stel dat je dat hout wat we nu verbruiken wilt verduurzamen, dan moet je niet. Dan hebben we nu 10% produceren we. Ja, dan moet er 90% bij. Dus dan zou je ook bijna moeten zeggen, er moet er bijna 10 keer zoveel bos komen in Nederland. Nou, denk ik niet dat we daar lang over hoeven te rekenen. Dat gaan we gewoon niet redden. Dat past niet. Ja. Nee, maar dat staat tegenover dat die 10% die we nu in ook in de bossenstrategie hebben staan. Ja, zou je kunnen zeggen, is dat eigenlijk wel toereikend als je deze stelling hier ziet staan. En ook als je ervan uitgaat dat in de toekomst we meer hout gaan gebruiken. En ook andere, door die houtbouw moet er nog meer hout gebruikt worden. En ook onze omringende landen willen natuurlijk ook zelf hout gebruiken. Ja. En dus ik,
Ik denk dat je dat moet oprekken. En of je dat helemaal binnen je eigen landsgrenzen gaat behalen, dat weet ik niet. We zijn een dichtbevolkt land. Dus ik vraag me af of dat überhaupt haalbaar is. Want als Nederland toevallig nou onderdeel was van Duitsland, wil ik geen oude sentimenten aan openhalen of zo. Maar het gaat er in ieder geval wel om, als ons land groter was, waardoor we ook een groter areaal hadden, dus ook durfden te denken in een iets grotere wereld, dan was het alweer wat makkelijker. Het is natuurlijk ook verhouding. Want geloof ik, Europa is 35% bos qua oppervlakte. En in Nederland is het 10%. Dat klopt. We zijn inderdaad een dichtbevolkt land. Ja, wat is er mogelijk? Maar er is natuurlijk heel veel grasland. Ja. En dat is ook een politiek gevoelig punt. Maar ja, daar zou je wel iets van kunnen vinden. Want hoe biodivers is dat grasland nu? Nou ja, daar kun je natuurlijk verschillend naar kijken. Ik denk ook aan meer natuurinclusieve en forestry en agro. Dus er zijn meer combinaties denkbaar. Dus we moeten ook minder mono daarin denken. Maar ja, bos is toch wel een fenomeen op zich. Dat wordt toch ook door het publiek wordt daar waarde aan toegekend. Maar ik denk dat we meer dan die 10% als doelstelling zouden moeten hebben. Zou je daarvoor een ambitie durven uitspreken voordat ik zo nog naar je... Nou ja, ik heb toen wij met het actieplan Bos en Hout begonnen, daar hebben we als Stad Bosbeheer ook best veel kritiek op gehad. Dat we daarbij betrokken waren, wat we daar toen van vonden. Maar toen heb ik in het begin gezegd van, nou, misschien als je lef hebt, moet je zeggen, kunnen we niet zeggen, ik wil alles in hout doen, maar kan ik meer doen? En dan zou je een ambitie moeten hebben, bijvoorbeeld in twee keer zoveel bos in Nederland. Verdubbeling. Ja, en uit dat actieplan kwam toen 25% uit. Toen dacht ik, nou, dat is nog net genoeg om die beweging te maken. Bij 10% vind ik dat eigenlijk te marginaal, want je ziet nu dat er her en der wat tegen aangeplakt wordt. Ja, en dat leidt niet tot een verandering. Een beetje snoepen van ruimte in plaats van... Dus ik zou zeggen, probeer meer bos aan te leggen dan in de bossenstrategie staat. Dat is natuurlijk een beetje een moeilijk verhaal, want het is net klaar. Dus dat is moeilijk om dat nu van de grond te krijgen. Maar ga vooral ook kijken wat er binnen de landbouw mogelijk is. Want er zijn natuurlijk ook teelten van gewassen die bijdragen aan de ontwikkeling van biobased bouwen. Want ook voor isolatiemateriaal heb je gewoon vezels nodig. Ja. En daar kan de landbouw echt... Er is meer dan alleen maar bomen, inderdaad. Ja, het moet niet alleen hout zijn. Shira. Ik ben heel erg benieuwd naar Shira. Ja, we hebben natuurlijk in de Nationale Omgevingsvisie, er zijn een drietal principes en één daarvan is... dat we afwentelen voorkomen. Mm-hmm. Afwentelen heeft natuurlijk altijd te maken met schaal. Je kunt op gemeentelijk niveau afwentelen voorkomen, op provinciaal niveau, op nationaal niveau, maar uiteindelijk moeten we natuurlijk gewoon op mondiaal niveau moeten we afwentelen voorkomen. Ja. En dat betekent dus ook dat er in dichtbevolkte gebieden waarschijnlijk gewoon dat je voor bepaalde zaken niet je broek kunt ophouden, maar dat je daarvoor dus ook gebruik maakt van... In samenwerking. En dat wij zelf ook weer diensten leveren die je hier kunt leveren. Pas hoorde ik iemand roepen van, ja, we zouden misschien ook juist meer datacenters hier kunnen realiseren. Dat wij hier de data hub worden voor Europa bijvoorbeeld. Ik weet niet of dat nou is waar ik voor sta, maar je kunt wel... Een soort afruil. Ja. Dat is natuurlijk wel denkbaar. Ik denk wel dat je de verantwoordelijkheid moet nemen om dat afwentelen zoveel mogelijk ook te voorkomen. Dus dat je wel... Een ambitie uitspreekt om die productielandschappen toch wel... Ik denk toch dat je er niet aan ontkomt, want het hout uit Finland wat hier naartoe komt, in Scandinavië, daar is de bouw nu nog mee bezig. We hebben een ambitie voor 20% of misschien meer. Maar dat hout, dat hebben we nog gewoon tot 2000... Of, ja, dat hebben we 2050 is ambitieus en misschien al helemaal... Er zitten natuurlijk ook nog wel weer, bijvoorbeeld die 10% bos die nu is uitgesproken in de bossenstrategie. Er is binnen het Natuurnetwerk Nederland, daar is financiering voor. Maar voor de rest, want het gaat maar iets over 7000 hectare van de, misschien 15.000. Van 15.000 hectare van de 37.000. De rest is nog niet gedekt. Ja, dus dat maar moet ook dat ergens van komen. Precies kunnen koppelen aan woningbouwopgaven. Juist. Ja, want het is zeker. Zo raar dat je zegt, oh ja, het bos is, kunnen we eigenlijk niet betalen. Maar we willen toch heel veel bos om te bouwen. Ja. Maar dan moeten we daar. Je kunt zeggen van dat moet dan uit de markt komen. Maar omdat de kosten zo voor de baten uitgaan. Ik bedoel, dat bos dat moet er heel lang staan voordat je daaruit kan oogsten. Ja, je kunt daar gewoon. Toch is het zo, we zijn betrokken bijvoorbeeld bij een ontwikkeling in Purmerend. Er wordt woningbouw gepleegd en er komt.
We hebben daar ook een stuk bos. En er wordt ook gekeken of het mogelijk is om een deel van die woningbouw in bestaand bos te doen. Dat bestaande bos wat daar dan voor gekapt moet worden, dat wordt natuurlijk gecompenseerd. En dat moet flink uitgebreid worden. En doordat die woningbouw plaats zit, ga je tot een andere waardeontwikkeling komen. En kun je dus meer doen, als je naar die regio kijkt, dan alleen maar die huizen er neerzetten. Dus je kunt, als je dat slim doet, kun je gewoon met de waarde die je genereert door te bouwen, kun je gewoon ook meer bos realiseren. En kan dat grondkostenprobleem ook ondervangen worden. En hoe is dat slim doen? Hoe ziet dat eruit? Eigenlijk plant eerst een boom en bouw vervolgens. Dus op het moment dat je je huis financiert, financier je eigenlijk ook de materialen die dat kost, die in de toekomst wellicht geharvest worden, zeg maar. Mm-hmm. Maar ja, en in de zal maar zeggen, gebiedsontwikkeling wordt er ook ruimte voor gereserveerd. Ja. Zoiets kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Misschien is het ook toch het beeld over die kap. Moeten we het toch nog even over hebben. Want we hebben net gezegd, kapvlaktes mogen niet, en die moeten passen binnen een bepaalde norm. Dat moet natuurlijk ook. Maar als je naar dat bosbeheer kijkt en je kijkt naar de oogst van het hout, dan komen we in Nederland langzamerhand in een soort uitkapsysteem terecht, waarbij je zeg maar gedurende de omloop van zo'n bos her en der steeds enkele bomen worden gekapt. Mm-hmm. En op die ruimtes die dan ontstaat weer nieuw bos. En de kapvlaktes zoals we die van oudsher kennen, waren eigenlijk het kenmerk van dat er hout geoogst werd. Maar we kijken nu eigenlijk meer naar verkappen om bos te verjongen. En dat instrument is niet zozeer het aanleggen van ruimtes in dat bos, waar even wat minder bomen staan, is niet om nou specifiek dat hout te oogsten, als wel om dat bos te verjongen. Ja. Dus het is ook niet zozeer van, we hebben een omloop van 100 jaar of van 50 jaar. Nee, dat bos, dat blijft bos. Alleen, dat beheer, dat is dynamisch. Dus is dat ook complexer? Want ik kan me zo voorstellen, als je zo bomen er tussendoor uitkapt, dat ja, toch ingewikkelder is dan dat een is soort het ook. Alleen, we zien nu dat de Nederlandse maatschappij, die accepteert gewoon minder. We hebben gewoon een gevoelige maatschappij. Dus als we nu bomen gaan oogsten, dan doen we dat nu nog met oogstmachines. Ja. Nou, als die dingen worden gezet, dan beginnen de eerste protestgroepen te komen. En dan leggen wij eerst het werk stil om een communicatieplan uit te rollen. Ik kan me ook voorstellen dat het sentiment er een beetje is, als het, volgens mij neemt het nog af, het aantal bosoppervlak is toch wel wat afgenomen. Dus dat nou, ik dan heb net even een grafiekje laten zien. Er is inderdaad een dipje geweest van een jaar of 3-4, waarin er bosareaal verdween. Mm-hmm. Dat vond plaats binnen het kader van natuurbeheer. Ja. Dus in het kader van herstelmaatregelen in verband met stikstof, dus sterk verzuurde gronden, werd soms ook een stukje bos opgeofferd om die bodemkwaliteit weer terug te brengen. Mm-hmm. Ja, dat is best wel een moeilijk verhaal en genuanceerd verhaal om dat voor de bühne te brengen. Maar ja, daar zijn een paar duizend hectares bij verdwenen. Ja. Als je dat in de totale ontwikkeling kijkt, is dat eigenlijk een kleine rimpeling. Maar ja, het is wel een feit natuurlijk. Ja. Dus er kwamen ook andere landschappen voor terug, toch? Ja, precies. Vaak ja. Korte vegetaties. Maar ja, ik denk dat de bestuurders en wij als Stadsbosbeheer misschien ook wel gewoon daar wat te gemakkelijk in geweest zijn en gedacht hebben van ja, dat gaan we compenseren, dat lost zich wel op. Alleen die afweging moet gewoon veel strikter gemaakt worden en je moet het ook duidelijker uitleggen. Ja. Ja. En het is nu ook in een stilstand gekomen wat dat betreft, want de pasmaatregelen bestaan niet meer. Maar dat is wel een vraagpunt. Dus je moet echt zorgvuldig omgaan met dat bos, moet je goed uitleggen. En ik denk dat we daar nooit genoeg over uitleggen, eerlijk gezegd. Ja. En is het dus mogelijk om inderdaad eigenlijk vooraf te compenseren? Nu moet je achteraf toch vaak compenseren, ook als er gekapt wordt. Is dat haalbaar? Dat zou heel goed kunnen. Dat idee is helemaal niet slecht, alleen het punt is dat het heel erg moeilijk is om dat overvolle Nederland dat nu voor elkaar te krijgen. Want ja, waar moet je compenseren? Dat is of op andere natuurgrond, met korte vegetatie, heideterreinen bijvoorbeeld, die we ook belangrijk vinden. Ja, of je komt vaak, ja, of toch in de landbouw uit en dan zit je met dat grond, met dat kostenprobleem. Maar er worden toch talloze boeren op dit moment worden plannen gemaakt om talloze boeren uit te kopen vanwege stikstof, klopt dat? Nou, daar ga ik niet over, maar er zijn natuurlijk wel plannen. Dat zou potentiële gronden. Ja, dat is toch. Ja, oké, die gronden worden meteen weer doorverpacht naar de buurboer, maar ik bedoel, daar zit ook overheid toch. Ja, ik moet zeggen dat eigenlijk, wat jij ook zei, van je hebt boscomplexen die stikstofgevoelig zijn, daaromheen, dat moet wat gebeuren. Precies. Maar bedenk dat nou ook niet vanuit één invalshoek, maar ook vooral vanuit het belang van die agrariërs zelf. Neem ze mee in dat proces
Dus denk ik zien... De landbouw moet ook in transitie. Hè? Ja. En die heeft in principe moet hebben... meer extensiveren. Dus dat betekent dat je eigenlijk meer grond nodig hebt om... Gezinnen, die hebben er allemaal... Dat zijn gezinsbedrijven, die hebben erin geïnvesteerd. Ja, dat ligt allemaal best wel gevoelig. En ik vind dat je daar ook dat je dat ook in je afweging moet meenemen... van hoe je daarmee omgaat. Je kunt het ook niet uitstotten over zo'n agrarische sector... van nou, jullie moeten maar om. Nee, die moet je meenemen in dat proces. Ja, precies, daar ging onze Eo Weijers prijsvraag over. Want volgens mij liggen er dus juist heel veel nieuwe verdienmodellen voor boeren te wachten... als het gaat over deze biobased productie. Ja. Waar eigenlijk veel te weinig aandacht voor is. Ook die discussie gaat eigenlijk heel erg over stikstof versus boeren... Ja. Terwijl eigenlijk de alternatieven, dat is al onderzocht en daar liggen al wat aanleidingen, maar die komen niet op tafel. Is het ook zo dat die verdienmodellen nu gewoon nog niet rendabel zijn, over het algemeen? Zelfs als je bijvoorbeeld het hebt over zoiets als een voedselbos, hè, dan heb je ook gewoon een aanloopperiode waarin je, en dat kan op den duur, kan dat dus echt wel gaan renderen. Maar je hebt een aanloopperiode waarin je de kosten gaan echt voor de baat aan. Ja, nee, maar daarom zou je denk ik toch als daar is ligt dus een rol voor de nationale overheid om een soort level playing field voor dat soort producten versus slechtere alternatieven. Zeg maar zolang dat er nog niet is, kun je niet verwachten dat boeren dat maar gaan doen en dan maar uit eigen zak betalen. Nee, ja. Wat wel grappig zou zijn, ook als je kijkt naar deze stelling, is dat je de productie ook dichter naar de stad brengt. Dus dat je meer productie inclusief en natuurinclusief ontwerpt rondom die stad. Dat hoeft helemaal niet op diezelfde schaal te zijn, maar je moet wel laten zien dat die productie nodig is en dat dat niet allemaal steriel is wat daar plaatsvindt. Dus ik denk dat er heel veel aangrijpingspunten zijn om meer biomassa, biomaterialen, zeg maar... geschikt te krijgen voor biobased bouwen. Dat is waarschijnlijk ook wel een mooi aanloopje naar de volgende stelling. Maar precies. Je hebt misschien nog een vraag. Ja, ik heb nog een vraag. Ook kort, nou, het werd ook in jouw presentatie genoemd. Wat voor andere biobased materialen zijn er nou eigenlijk? Want we hebben het de hele tijd over hout. Maar misschien is het fijn om toch even een gevoel te krijgen. Wat kan er nou nog meer? Ja, ik wil daar ook, dat takt ook aan op wat Shira eerder zei. Van, moeten we nou gaan samenwerken met andere landen? Volgens mij heeft Nederland bijvoorbeeld een aantal landschappen... die ook uniek zijn voor Nederland. En daar horen we juist weer wat... bepaalde type biobased materialen bij. En dat ook bijvoorbeeld de provincie als Flevoland... kan daarin ook een bepaalde pioniersrol vervullen. Ik hoorde dat de bomen hier 1,8 keer sneller groeien dan elders in het land. Nou, dat hoorden we net. Dat vond ik een fantastisch cijfer. Maar je kunt, bijvoorbeeld, wat dacht je van... wij hebben dan weliswaar weinig grond, maar wel heel veel zee. Ja. Dus wat kunnen we in die zee allemaal? Daar kunnen algen worden gemaakt en daar kunnen weer textielvormen van worden gemaakt, isolatiematerialen. Maar ook, we hebben ook natte landschappen. Dus bijvoorbeeld, eigenlijk riet is kunnen zeggen een ondergewaardeerd bouwmateriaal geworden, wat nu slechts gereserveerd is voor... laat maar zeggen... De luxe villa's. De luxe villa's in het Gooi. Terwijl vroeger waren natuurlijk... Eigenlijk alle boerderijen, dus dat Boom Landscape project laat het ook zien... alle boerderijen bestonden eigenlijk, waren gewoon opgebouwd uit de lokale materialen. Ja. Dus je zou kunnen zeggen dat als het gaat over biobased bouwen... gaat het heel vaak snel alleen over hout, dat zag je hier aan tafel ook gebeuren. Maar het mooiste zou eigenlijk zijn dat je eerst bedenkt... wat voor landschap willen we, wat voor materialen hebben we dus... dus wat voor gebouwen maken in plaats van andersom. Daar komen we zo nog op inderdaad over het regionale. Ik wil nog één andere vraag ook uit de chat... wat een beetje aansloot op wat jij zei. Zou zoiets, dat hele uitwisselen of afruilen... kan dat ook niet op meer in plaats van nationale schaal op Europees niveau? 450 miljoen inwoners op een enorm stuk land. Is dat een oplossing? Ik zie Shira... Geweldig, toch? Dat moeten we doen. Ja. Henk ook. Nou ja, ik denk dat je het in je eentje niet redt. Dus je zult het gewoon op een grotere schaal moeten bekijken. Dat klopt helemaal. Toch nog even een andere vraag terug. Van zijn er niet meer biomaterialen of grondstoffen te gebruiken? Nou, dat wordt nu in langs wegen, maar ook in natuurgebieden wordt er heel veel gemaaid. Dus behalve riet, maar er wordt allerlei gras worden er gemaaid. Dat is een ratje toe aan producten en kwaliteiten. Maar die zijn te gebruiken. Wij werken nu bijvoorbeeld samen met een bedrijf die daar samen met houtsnippers en met schimmelcultures isolatieplaten kunnen maken. Die 100% biobased zijn.
Dat staat allemaal in de kinderschoenen, maar dat zit er wel aan te komen. Dat gaat ook echt opschalen. En dat wordt echt een product. Dat wordt wel. Er zit toch wel iets van standaardisatie in. Dus we zullen toch naar iets moeten doen. Maar die ontwikkelingen die zijn er nu langzamerhand wel uit het laboratorium aan te komen. Op demoschaal zich aan het ontwikkelen. En dat gaat echt wel in de meters lopen. Dus ik denk dat er. Ik ben er best wel hoopvol over dat er meer mogelijk is dan alles dan in nu de circulaire lijkt. Ketens. Ja, ja, dat tegelijkertijd is het natuurlijk wel zo dat ook bijvoorbeeld die maaisel, dat kun je ook weer benutten bijvoorbeeld bij de landbouw. Dus je kunt het composteren, dat is een laagwaardige verwerking. Het wordt ook natuurlijk, we gebruiken ook biomassa om te vergisten en om er energie van te maken. Dat is nog laagwaardiger. Maar je merkt dat in alle sectoren die moeten verduurzamen, dat die een beroep doen op diezelfde grondstoffen. Dus vanuit de landbouw wordt gezegd, dan moeten we maaimeststoffen inzetten om die landbouw te gaan verduurzamen. Dan hebben we minder dierlijke mest nodig. En allemaal doen ze een beroep op diezelfde grondstoffen, maar dat is natuurlijk ook beperkt. Ja. Dus dat zie je dan ook wel weer. Van dat moeten we ook weer meenemen in dat rekenmodel. Wanneer levert het het meest op? Ja. Toch hebben de ketenpartijen daar allemaal zelf ook een verantwoordelijkheid in. Want je kunt zelf ook nadenken en zeggen van nou, vind ik het nou logisch dat mijn product in het ene, mijn grondstof in het ene product of het andere product terechtkomt. En welke impact heeft dat eigenlijk? Dus wij hebben ook voor onszelf een soort denkkader ontwikkeld. En gezegd van afwegingskader gezegd van ja, welke techniek of welke industrie scoort nou vanuit klimaat, eigenlijk koolstofvastlegging nou beter. En dat stimuleert ons gewoon om samenwerking te zoeken in bepaalde hoeken. Ja, en dan, je hebt ook sprake van cascadering, zeg maar, van een steeds laagwaardiger gebruik. Ja. Waarbij je dan moet streven natuurlijk naar het meest hoogst haalbare. Ja. Ja, het een kan niet zonder het ander. Dus dat is natuurlijk altijd het lastige van cascadering als je. Ja. Ja, maar dat betekent dus inderdaad dat er gewoon op. Voor biomassa is het dan minder over. Voor gebruik als meststof is er minder over. Dus dat maakt het wel complex, hoor. Ja. Het is niet. Zijn we nog niet. Daar kunnen we een ander gesprek ook goed hebben. Mest heeft op dit moment. Ja, maar goed. Dat is ook een goed expert. Als je die landbouwtransitie echt in wil zetten. Ik ben het er eens, hoor. Voorlopig hebben ze ruim voldoende mest. Maar op het moment dat je dat dus echt goed wil doen. En dan wordt daar ook gerekend met dit soort. Ja, materialen. En wellicht dat daar ook weer natuurlijk allerlei transities, daar hebben we het in een eerder gesprek over gehad, dat daar ook allerlei transities plaatsvinden wat weer andere vragen en aanbod Het zijn in ieder geval allemaal communicerende vaten. Ja. En, je moet proberen dat allemaal met elkaar te verbinden. Ja, nou ja, dat noemde jij ook al. Ja. Laten we doorgaan naar de derde stelling. Dat gaat namelijk over de regionale schaal. Regio's moeten een sleutelrol spelen in de transitie naar biobased bouwen door de strategische inzet van eigen middelen, kracht en identiteit. Nou, u kunt thuis ook weer stemmen op voor of tegen. Welke rol kunnen de regio's spelen in deze transitieopgave? En als we zitten hier op het Floriade-terrein in provincie Flevoland. In het kader van die Green Deal houtbouw heeft provincie Flevoland de ambitie dus om vanaf 2025 20% van alle nieuwbouwprojecten in hout uit te voeren. Ik kwam net ook al naar voren, wellicht ook andere biobased materialen, dus dat even terzijde. Maar zijn dit nou stappen die regio's, provincies moeten zetten? En wat is daarvoor nodig? Henk, jij wil graag reageren. Nou ja, hier staat heel veel. Hè. Dus regio's moeten sleutelrol vervullen en strategische inzet van eigen middelen. Dus het gaat over heel veel zelfstandigheid. Ja, de vraag is of zo'n ambitie van Flevoland, of ze dat kunnen waarmaken. Nou groeien hier de bossen inderdaad wel wat sneller. Maar het gaat niet alleen over hout. Dus ja, de vraag is of die grondstoffen in deze regio beschikbaar zijn. Ik weet het niet. Ik vind wel dat het wel veel krachtiger wordt om dit soort ontwikkelingen van onderaf vorm te geven. Hadden we het net ook al over. En onderaf is dus in dit geval de regio, provincie, nou ja, zou je zeggen. Daar komt bestuur en bevolking komen bij elkaar. Dus daar zit veel maatschappelijke kracht. Mm-hmm. En die zou ik zeker benutten. Dus ik denk dat de creatie en de. En die procesvorming die moet in die regio's plaatsvinden. Dus ik denk dat de essentie zou moeten zijn van deze transitie. Dus je zegt wel grotendeels eens. Ja, ja. Ja. Het staat net alsof er geen andere. Maar er zijn ook andere sleutelrollen, dat moet je niet vergeten. Dus de overheid, Rijksoverheid moet ook echt wat doen, provincies. Ja, ja, ja.
Ja. Maar goed, het is misschien dan vooral inderdaad de term sleutelrol. Ja. Dat het, ook hier is het niet dat je één knop hebt om aan te draaien. Je hebt niet één partij die de sleutelrol heeft. Ik denk dat er heel veel partijen zijn die hier moeten bewegen. Maar regio's kunnen hier denk ik wel heel veel in betekenen. We hadden het net al over dat er bijvoorbeeld voor cross-laminated timber, dat voor de verwerking daarvan, dat we daarvoor die Duitsland in moeten. Kijk, op het moment dat je nu zegt van we gaan het... wij zijn bijvoorbeeld dus bezig met dat ontwerp, het onderzoek voor biobased bouw in de stadsranden voor Utrecht. Het zou heel leuk zijn als je dan in Utrecht kan op een gegeven moment bij wijze van spreken je materiaal voor de, een deel van de woningbouwopgave kan halen uit je eigen stadsranden. Dat het een label krijgt, jouw huis made in Utrecht. Exact, ja, ja. Of grown in Utrecht of zo. Hè, zoiets. Het zou hartstikke mooi zijn, maar het is natuurlijk ook weer naïef om te denken dat er dan op elk, in elke regio ook gewoon van die fabrieken staan. Dus dat het materiaal wordt natuurlijk wel ergens anders naartoe gebracht. Maar het kan wel het heel dichtbij brengen, ook weer voor de burger. Hè? Dus dat er ook een eigen verantwoordelijkheid ontstaat. En misschien ook, we hadden het net al over de weerstand die er is met betrekking tot de kap. Op het moment dat dat zeg maar echt tastbaar wordt, van dat het materiaal is wat je gewoon voor je eigen huis gebruikt. Dat het terugkomt. Een grotere vanzelfsprekendheid. En dat je daar dan vervolgens ook goed voor moet zorgen. Ja. Ik denk dat hier ook meespeelt van, een regio is zeg maar bijna ook een plat ding, maar je zou kunnen zeggen, er is ook een keten. En dus er zit op een andere dimensie ook wat, dus er zijn ketens die tot ontwikkeling moeten komen om te zorgen dat die bouwmaterialen ook biobased worden gemaakt en hier komen. Wij zitten aan het bos, dus wij hebben ook echt gedacht van, wat betekent deze ontwikkeling nou vanuit onze rol? Kunnen wij dat hout allemaal voorzien? Nou, dat kan gewoon niet. Maar we kunnen wel ons netwerk, onze kennis en expertise inzetten om te zorgen dat die keten tot ontwikkeling komt. Dus wij werken aan de ene kant samen aan tot stand brengen van samenwerking tussen boseigenaren, zodat het voor de markt ook transparanter wordt waar het hout nou eigenlijk vandaan komt. We zijn met de partij bezig om te kijken of er een groot houtverwerkend bedrijf kan komen om planken te zagen. En we zijn bezig met een bedrijf, dat is alweer iets verder in de keten, iets verder van onze basis, maar we werken wel mee aan de ontwikkeling van een CLT-fabriek in Nederland. Ja. En dat zijn denk ik de stappen die je moet zetten om, dan wordt het misschien niet mee in Utrecht, maar dan wordt het wel made in Holland. Ja. En de bomen kunnen wellicht wel dan lokaal weer terug. Ja, dat is inderdaad wel het idee. Want wij exporteren bijvoorbeeld nu best wel veel hout naar Duitse fabrieken. En dan wordt er CLT van gemaakt of andere producten. Weten jullie of het terugkomt dan ook weer? Dat is nou natuurlijk het moeilijke. Dat als je het exporteert, ja, dan is het ook uit beeld. En dat kun je natuurlijk wanneer je dat samen doet met partijen en partners in je eigen land en in je eigen regio kunnen beter voorzien. Dus we hebben ook wel het idee dat we dan de ruimte gaan creëren om te zorgen dat het Nederlands hout ook Nederlandse toepassing krijgt. Eigenlijk wil ik naar een systeem toe dat je zegt van deze wijk is gebouwd van bos van de Veluwe. Ja. Dat soort verhalen. Ja. Die moeten we veel meer hebben. En dan maak je tastbaar ook voor de mensen die erin wonen. En het bos is herplant, daar en daar. Ja. Of het is gewoon verjongd. Verdubbeld. Dat bos, ja. Ja. Daniel, je had in het voorgesprek had je het ook over een soort kaartbak eigenlijk van materialen wellicht. Zou je dat nog kunnen duiden en zie je daar een rol voor een regio ook in? Dat ging meer over eigenlijk dat ik denk dat de huidige focus op hout alleen ook een soort nieuwe monocultuur soms teweeg brengt. En dat is precies wat we niet willen, denk ik. Ik snap ook wel dat voor constructies is hout als alternatief op beton of staal, natuurlijk daar kunnen we niet omheen eigenlijk. Maar het mooiste zou zijn, denk ik, want heel veel aannemersbedrijven zouden zeggen, we maken een transitie naar biobased bouwen, en dan hebben ze het eigenlijk over hout. Maar dat je gebouwen veel meer, eigenlijk verschillende producten, die allemaal passen bij het Nederlandse landschap, op die plekken toepast waar ze het meest tot hun recht komen. Ja, je kunt je heel goed voorstellen dat je lisdodden uit de polders gebruikt als isolatiemateriaal of als plafondplaten. De constructie alleen van hout, maar niet alle wanden bijvoorbeeld. Dat er allerlei biolaminates of zo worden gemaakt om de vloeren af te werken. Je kunt ook met zand of losse dat soort materialen, wat niet zozeer hergroeibaar is, maar wel natuurlijk, 100% circulair zeg maar, werken. Kalkhennep. Er zijn ook allerlei materialen die bepaalde kwaliteiten voor het binnenklimaat of
ja, eigenlijk gewoon esthetische kwaliteiten, akoestische kwaliteiten bieden, die je ook zou kunnen waarderen en die daardoor veel beter op hun plek vallen. Ik heb hier ook nog een vraag uit de chat. Zijn biobased isolatiematerialen zoals hennep, vlasplaten, zijn die al beschikbaar? Ja, zeker. Ja. Nee, dus heel veel is beschikbaar. Dus wij bouwen niet anders dan... Ja. Oké, dus schroeven, die zijn die van heb je metaal. Nog nodig. Glas, kom je niet omheen. Er zijn bepaalde rubbertjes in je gevels bijvoorbeeld. Mm-hmm. Nou, dat is toch moeilijk anders te doen. Ja. Nee, maar eigenlijk constructie, isolatie, gevels, vloeren, alles is gewoon... Biobased. Dat is allemaal prima biobased te doen. Ja. En dat gaat heel erg... En de grap is, wat wij heel erg merken is dat... Nou, je ziet het hier ook in dit pand. Als je eigenlijk de esthetiek van die producten ook omarmt, zeg maar, de puurheid ervan, dan zijn ze ook, worden ze ook in één keer concurrerender qua prijs, zeg maar. Ja. Dan wanneer je zegt, oh nee, ja, het moet van hout, maar ik wil het toch graag allemaal afgestuukt stukken hebben. Ja. Ja, dan ben je dus eigenlijk ouderwets laagje over iets wat eigenlijk in essentie best mooi is. Of omgekeerd. Ja. Een klein laagje hout aan de buitenkant, aan de binnenkant. Ja, dat ook, ja. Dat zien we ook, ja. Dus pas het gewoon heel erg puur toe en kijk eigenlijk eerst naar het landschap en dan naar je gebouwen in plaats van dat we... Want zo gaat die discussie toch wel heel vaak, zo van, we hebben zoveel gebouwen, dus over hout, dus waar haal het vandaan? Maar het begint eigenlijk bij de vraag, wat heb je echt nodig? Ja. Dus je komt ook echt bij een ontwerpvraag uit van, hoe willen we Nederland ingericht hebben gelet op deze vraag? En die discussie die mag voor mij pad veel, veel stelliger en overtuigender gevoerd worden. Ja. En hoe krijgen we die stelligheid en overtuiging er meer in? Hebben we dan nog meer ontwerpend onderzoek nodig? Hebben we, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar het gaat in ieder geval ook over ruimtelijke ordening in Nederland. En die is gewoon mono. Dus het is gewoon één soort naast een andere één soort. En we zullen gewoon veel inclusiever moeten denken. Ja. Maar ja, hoe je dat proces voor elkaar krijgt, dat is gewoon een maatschappelijke vraag. Daar is heel veel wil voor nodig. Herhaling is mijn idee, maar ook op verschillende lagen daar gewoon het gesprek over starten. Ligt er ook dan een taak dus voor Staatsbosbeheer om die monofunctionaliteit verder aan te pakken? Ja, daarom beginnen wij ook met multifunctioneel bos natuurlijk. Ja, dat is waar. Dat is waar. Of beginnen we ermee? Dat is eigenlijk geen beginnen. Maar het is wel zo dat je vanuit verschillende functies moet durven denken. Maar dan nog is het zo dat wij kunnen dat alleen niet doen. Dat zullen we gewoon echt als één van de partijen, omdat wij toevallig veel grond hebben in Nederland, zijn we in dat opzicht misschien wel relevant. Maar zeker met agrariërs, maar ook met de industrie. En welke stakeholders heb je nog meer die bepalend zijn bij de vormgeving van Nederland? Die moet je aan tafel zien te krijgen. Ja. En dan vervolgens... En misschien moet je wel ergens een regio gaan benoemen en zeggen, we gaan hier gewoon vanuit deze invalshoek kijken hoe ons toekomstige provincie of streek of regio er dan uit kan zien. Ja. Om eigenlijk ook als een soort proeftuin te zien hoe dat proces gaat lopen. Want dat weten we helemaal niet. Ik denk trouwens wat dat betreft dat ontwerpend onderzoek ook heel relevant kan zijn, omdat je het juist ook gewoon al visueel kunt maken. Je kunt werken met kansenkaarten van wat is er allemaal mogelijk. Het is eigenlijk een soort droog oefenen zonder dat je het doet. Ja. Maar het is en-en volgens mij. Dus het is en-en. Het levert eigenlijk een soort eindbeeld op. En tegelijkertijd moet je volgens mij heel erg met voorbeeldprojecten werken. Ja. Die als het ware inspireren en een beetje een soort van work in progress, learning by doing manier. En vervolgens iedereen die daaraan meewerkt, die neemt die kennis weer mee. Dus precies, en het gaat dan zowel om de bouwprojecten als om de teelt. Hè? Precies, want je moet dus ook pilots hebben. Maar waarom zou je niet bepaalde kavels zeggen van alles wat we hier bouwen, dat willen we ook terugzien in additieve teelt. En dan gaan we ook als... regio of zo, proberen dat dan ook mogelijk te maken en te kijken van waar je allemaal tegenaan loopt. Ja. Dat is ook een beetje waarom wij woonpioniers zijn opgestart, omdat we dachten, particulieren of mensen die hun nek willen uitsteken, die kunnen vaak veel sneller schakelen. Dus op individueel projectniveau kun je veel meer bereiken dan wachten tot alle seinen op groen staan op nationaal niveau. Ja. Ieder zijn rol, denk ik. Maar volgens mij ligt er ook een belangrijke rol voor dat soort projecten. Ja, vervolgens belanden ook dat soort projecten dus in inspiratieboeken over hoe het kan. Hè? Ja. Ja. Dus uiteindelijk hebben dus ook gewoon die particulieren hebben daar een hele belangrijke rol in. Ja. En we zitten hier natuurlijk op het Floriade-terrein in provincie Flevoland. Flinke ambities. Welke rol zien jullie dan nog specifiek voor de Floriade of provincie Flevoland in deze hele transitieopgave? Hoe kan die proeftuin er wellicht uitzien?
Ja, het gaat hier over tuinbouw, hè, bij Floriade. Ja. Daar heb ik eigenlijk niet zo goed over nagedacht. Maar het is wel zo dat in de tuinbouwsector natuurlijk heel veel ook geteeld wordt. Mm-hmm. Bij teelt wordt heel erg gedacht aan één product. Maar die planten die groeien allemaal. En die brengen allemaal meer voor dan alleen die tomaat. Of, daar komen heel veel vezels komen daarbij vrij. Dus ik ben wel benieuwd wat er eigenlijk wat er met die vezels allemaal gebeurt. En of daar niet veel meer uit te halen zou zijn. Ja. En dat zijn gedachten die dat bij mij mogen komen. Dat is in ieder geval een vraag. Ja. Ja, ik denk ook dat de provincie een hele leuke rol zou kunnen spelen in dit hele debat. Want Flevoland is vrij nieuw land, zeg maar. Ook leeg en het is veel agrarische grond. Mm-hmm. Maar ze hebben ook te kampen met bodemdaling en verzilting van de grond. Daar zijn ook andere gewassen die daar misschien een oplossing bieden, zoals lisdodden. Ja, misschien kan Flevoland wel een soort pioniersrol vervullen, meer op nationale schaal, als een soort kweektuin voor dit soort producten. Ja. En is Flevoland wel het meest voor de hand liggende provincie om daar de eerste stappen in te zetten, zeg maar? Nou ja, de Floriade is natuurlijk ook een groot demonstratieproject volgens mij. En dat, volgens mij krijgen die Floriade-terreinen later ook altijd nog weer een nieuwe bestemming. Dus je zou ook, nadat de Floriade achter ons ligt, kunnen kijken van wat doen we met dit gebied vanuit dit oogpunt. En dat vanuit die tuinbouwkant of vanuit de tuinenkant en vooral die teeltkant, wat we dan hier zouden kunnen doen. En dan zou je gewoon meer kunnen experimenteren. Ja. Maar ja, voorkomen dat het allemaal weer... Vanuit het Floriade-terrein is het natuurlijk ook best lastig. Hè? We hebben natuurlijk niet alleen biobased, maar ook natuurinclusief bouwen. Hier is natuurlijk het, als je uitgaat van het bodem- en watersysteem, dit is, betreft allemaal opgespoten grond. En dus daar ga je natuurlijk al de mist in. Mm. Ja, in ieder geval gewoon dat je het dan vervolgens ook echt goed gaat doen. En dat je dus veel biobased voorbeeldprojecten ook gewoon neerzet. En ja, als de Floriade ook geweest is, ik zou me inderdaad goed kunnen voorstellen dat je ook gaat kijken wat voor biobased teelten kunnen hier nou. Als je kijkt naar de hele polder hier, dan gaat het hier natuurlijk voornamelijk ook over akkerbouw. Mm-hmm. Als je kijkt welke rol de landbouw daar ook in zou kunnen spelen, en juist als het niet gaat over hout, maar over andere materialen, gaat het ook vaak over akkerbouw. Dus de kennis sluit hier meer aan dan in heel veel andere regio's, want dat is ook nog wel iets om mee rekening te houden. Je kan niet, zelfs als de verdienmodellen voor elkaar zouden zijn, kan je niet verwachten van een veehouder dat hij heel makkelijk zo van, nou, dan word ik toch... Dan ga ik toch akkerbouwteelt doen. Ja. Hè? Dat werkt over het algemeen niet zo. Dus hier ligt het eigenlijk dichterbij. Zitten we nog steeds met die enorme grondprijs, want die is hier in de Flevopolder enorm. Daarvan dacht ik, heb ik wel eens over nagedacht, ik weet niet of dit de oplossing is, maar waarom denken we niet veel meer in randen? Ik heb een keer een onderzoekje gezien, dat ging dan over maïsteelt. En als je van die lage struiken langs de randen plaatst... Ja, de struiken teelt met ertussen de beplante... Dat zou kunnen, maar ook bijvoorbeeld als je een maïsveld hebt en je plaatst bomen aan de rand, dan zou je zeggen, nou, schaduw, minder opbrengst. Maar doordat hij dan de wind een beetje wegvangt, stijgt de opbrengst in het centrum van zo'n vlak. Ja. En netto heb je dus winst. Dus je kunt veel meer op hetzelfde gebiedje doen. Plaagdierbestrijding, waardoor je dus ook minder gewassen, chemische middelen nodig hebt om dat tegen te gaan. Volgens mij, als je hier nu de polder in kijkt, is het vooral heel ver kijken, maar daar kunnen die randen zouden veel meer een rol kunnen spelen. Maar je raakt net ook wel een punt, want ik denk ook dat de polder, of Flevoland, is natuurlijk ook een land van de pioniers. Precies. Dus als we het ergens kunnen doen en als het ergens kan lukken, dan zou je zeggen, dan moet dat hier gebeuren. Nou, en hier zit natuurlijk ook nog, het Rijk heeft hier ook wel weer een sleutelpositie, want een heel groot gedeelte van de gronden hier zijn rijksbezit, zijn van het Rijksvastgoedbedrijf. Mm. En er ligt nu ook gewoon de opgave bij het Rijksvastgoedbedrijf om meer met maatschappelijke meerwaarde te gaan doen. En zij puzzelen daar nog op, want ze worden afgerekend door financiën. Wel stille hoop dat het Rijk daar dus juist met betrekking tot die grondpositie... Misschien ook een sleutelrol. Ik dacht van dat vind ik cheesy om te zeggen, maar ik wou hem inderdaad benoemen. Ik zou een sleutelrol kunnen krijgen. Ja, heel goed. Als if not us, then who? Dat is ook een uitspraak die dan... Ja,
Nou, volgens mij is er een hele hoop ter sprake gekomen. We komen ook echt aan het einde. Maar ik wilde nog even afsluiten met de vraag. Hebben jullie nog iets wat niet benoemd is? Of willen jullie nog een laatste oproep doen? Of iets om te delen? Ga ik even zo het rijtje af. Nou, ik zou willen zeggen, ik heb het ook een paar keer gezegd volgens mij, maar volgens mij gemeentes steek ook je nek uit en geef kavels uit of creëer projecten die op kleine schaal, zeg maar, op je gemeentelijke schaal of misschien net daarbuiten, eigenlijk een soort voorbeeldfunctie kunnen vormen. En ik denk dat bijvoorbeeld Amsterdam doet dat op kleine schaal volgens mij, voor de schaal van de stad. Maar ook kleinere gemeentes zouden daar veel meer een voortrekkersrol in kunnen spelen. En ik ken een aantal gemeenten die dat hebben gedaan, die daar eigenlijk alleen maar positieve ervaringen mee hebben gehad. Omdat ze nu gewoon een soort aanloop krijgen van, hey, wauw, jullie hebben dit gedaan, en een soort erkenning daarin. Mm-hmm. En dat creëert ook weer nieuwe kansen voor zo'n gemeente. Dus, de investeringen zijn het dan zeker waard? Ja. Eigenlijk de investering, of eigenlijk is het meer een soort uitstel van betaling soms. Maar ik denk dat daar heel veel kansen liggen. Ja, oproep voor gemeenten dan in ieder geval. Ja. Ja. Wie van jullie wil als eerste hierna reageren? Ik hoop eigenlijk vooral dat we, ondanks dat het ingewikkeld is, dat we toch dat hele schakelpaneel met al die knoppen, dat we daar tegelijkertijd aan gaan draaien. Dus dat we zowel die gemeenten, die hebben inderdaad gewoon die hebben hier mogelijkheden die ze zouden moeten benutten, maar ook op rijksniveau, vanuit de landbouw, het werken aan verdienmodellen voor ecosysteemdiensten, zodat die, zeg maar, de teelt van biobased materialen, dat ook rendabeler gaat worden. Er zijn zoveel iedereen van die kennis aan een knop zit, zou eraan moeten draaien. Ja, en nu hebben we de laatste weken horen we eigenlijk ook steeds dat grote bouwbedrijven, dat die ook gewoon hun ambities flink opschroeven met betrekking tot biobased bouwen. Ja, dat zijn natuurlijk ook hele goede signalen. Maar nu zijn het vooral nog woorden. We willen het natuurlijk ook gewoon naar de daden toe. Ja. Ja, dat vraagt eigenlijk om meer te doen. En het begint met de vraag of je meer kan doen dan je nu doet. Dus ik denk dat eigenlijk de belangrijkste vraag is. Ik hoop dat mensen die op bedrijven en overheden die hier een rol spelen, dat die zichzelf die vraag durven te stellen. Kan ik meer doen dan ik nu doe? Gaat de Staatsbosbeheer die vraag zich dan ook nog stellen in het kader van de 37.000? Ja, nou, dat is dus inderdaad een punt. Dat zijn inderdaad dingen, daar werken wij aan. En de tweede punt wat daarbij hoort, is dat je dat niet alleen kunt. Dus je zult ook moeten nadenken van wie zijn mijn coalitiepartners, of wie zijn niet mijn gebruikelijke coalitiepartners, maar wie heb ik hierbij nodig, of aan wie kan ik dienstbaar zijn? Ja. En stel je daarvoor open. Ja. En dat is niet om ons op de borst te slaan, maar dat doen we wel. Maar ook wij moeten ons de vraag stellen, kunnen we dat meer doen? Ja. En dat is denk ik de opgave waarvoor we staan. Kunnen we meer doen? Ja. Dank jullie wel. Ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Maar ik dank jullie in ieder geval voor dit gesprek. Volgens mij is er een hoop ter tafel gekomen. Dus waar we tijdens de Floriade dan in ieder geval mee door kunnen. Maar ook op tal van andere gebieden, projecten. Dus hartelijk dank. U ook natuurlijk bedankt voor het kijken thuis. Voor het reageren op de stellingen. Het insturen van de vragen. Dit gesprek is terug te kijken ook via de website van Vereniging Delta Metropool. En de serie van 6 gesprekken wordt ook gedocumenteerd in korte kronieken, geschreven door Sanne van den Bremer. Die later ook gebundeld worden in een 2-talig cahier en die wordt uitgedeeld tijdens de Floriade. De laatste dialoog, de volgende, staat gepland op donderdag 3 februari, weer vanaf 3 uur, met als thema Nieuwe Industriële Revolutie. Hoe kunnen steden de band tussen denken en doen herstellen in veerkrachtige modellen van lokale innovatie en productie? Nou, sluit ook weer een beetje aan op wat er hier is besproken. Dus Daniël, Shera, Henk, hartelijk dank. En hopelijk tot ziens bij de volgende dialoog.